Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julian, ik sta hier op het station van Hengelo en vandaag is het zondag 16 mei. In deze video ga ik met mijn weekendvrij eerste klas abonnement een rondje reizen door Nederland op deze grijze zondag. En ik heb geen planning, dus we zien wel waar we uit gaan komen. Veel kijkplezier. Kijk, hier is al zo'n skatepark en dan staat daar een prullenbak. Kijk, en dan ligt hier allemaal afval. En ja, jongens, dat is niet de bedoeling. Schaamlapje op en gaan met die banaan. Hengelo, Hengelo, oh, oh. Hengelo. Zo te zien zijn ze op spoor 3 hard aan het werk. Kijk, kiosk is open, koffie halen. En nu beschik ik over een cafeïnhoudende warme drank die ik door mijn strot heen zal gieten. En een croissantje, dat was er een euro bij. En dit gaat dan de eerste trein worden die we gaan nemen. Vertrokken uit Hengelo met een comfortabele koploper. Ik maak altijd gebruik hiervan hokjes, de ophokplicht. Lekkere koffie erbij. En ik heb nog geen idee tot waar ik met deze trein ga. Let's go! Station Amersfoort Centraal. Ja, want aansluitende trein richting Schiphol. Met deze Intercity gaan we naar Schiphol Airport. Aangekomen op Schiphol Airport. Bij de Jukko Albert Heijn eventjes lunch gehaald alvast. De volgende trein gaat deze sprinter naar Hoorn Kersenbogert worden. Als goed is de sprinter naar Hoorn dit ding een rugpijntrein. Nee. Nou, het had niet beter getroffen kunnen worden. SGM, oudste materieel van NS, gaat op een onbekende datum dit jaar uit dienst. En het rijdt nooit hier. De prullenbakken ontbreken. Papa, geef me een pak slaag met je windmolen. Het volgende station is Zaandam-Kogerveld. Er is een niveauverschil tussen het perron en de trein. Nou, ik had eerst echt geen idee wat ik wel ga doen, maar nu SGM's. Ik vind het best bruut. Ik ga vandaag lekker SGM's opzoeken. Zaandam, Kogerveld. Waait hier best flink. Nu ga ik lopen naar station Koog aan de Zaan. Koog aan de Zaan. Eerst volgende trein neem ik naar Amsterdam Centraal. Aangekomen op Amsterdam Centraal. Ik ben in Amsterdam en het is zondag en daar zijn zich allemaal ME-busjes aan het verzamelen. Dat is nooit best. Geen zin om neergeknuppeld te worden. Later en addict. Tijd om te gaan lunchen en ik heb een trio. Had ik maar een trio. Ja, maar deze beken ijs-sandwiches zijn fucking goed. En ook appelsap. Drink voldoende appelsap en steek het niet in je aars. Jacht op SGM, een lijpere afwijking dan dit ga je niet krijgen als Intercity naar Den Haag via Haarlem en Leiden. Ja, heel bruut. En met deze Intercity gaan we naar Den Haag Centraal.
aangekomen op Den Haag Centraal. Oh, het ding gaat nog terug ook. Ja, dit was echt heel intens. Echt deze video waard. Hier heb ik een redelijk krappe overstap. Mooie koploper. Julian kan maar niet van de blondjes afblijven. En met deze Intercity gaan we naar Apeldoorn. Apeldoorn. Hier overstappen naar Arriva. Oh ja, dit is de Achterhoek. Brekend nieuws, Julian gaat dwars door de Achterhoek. Met deze sneltrein gaan we naar Zutphen. Aangekomen in Zutphen. Avondeten. Deunerrails zal mij benieuwen. Dat nog nooit geweest. Ziet er fucking goed uit. Holy shit. Broodje kipdunnen met de worteltjes en komkommetjes en rode ui en knoflooksaus. Ziet er fucking goed uit, jongen. Nou, dat was zowaar beter gedunnen dan dat ik ooit bij een dunnencompagnie heb gehaald. En nu is het nog even wachten op de Keolis Lint naar Hengelo. Julian gaat op reis en het gedonder begint nu al. Oh, hoezo gaat dat ding naar Delden? Hoezo is dat ding een kwartier te laat? De competentie straalt er vanaf. Willekeurige spoorwijziging is willekeurig. Nou, wat zullen we daar hebben? Nou, blijkbaar is er dus een wisselstoring. Nu wordt het eindpunt Lochem. Roept die spast van de machinist omdat je nog uit kunt stappen om naar Deventer te gaan. Nee, deuren dicht en rijdt zo weg. Lekker stranden, groetjes Keolis. Ze hadden het over dat ze bus hadden besteld, maar als ze dat maar niet bij bol.com hebben gedaan, want dan duurt dat een week. Oh ja, mooie stortbui die eraan komt. Nou, het heeft een uur geduurd, maar dat is toch wellicht een bus. De bus heeft mij naar Goor gebracht. De trein naar Delden zal vertrekken van spoor 2. Dat is niet spoor 2. Schiet me lek, op naar Delden. Delden, hier had ik een uur geleden ook wel willen zijn. Nou, en uiteindelijk heeft Ter Doest-reizen mij naar Hengelo gebracht. Kijk, ik ben weer in Hengelo. Kijk, dit is de tunnel. Ik ben er wellicht goed zat van. Ik ga naar huis. Ik wil graag NS bedanken voor de mooie ervaring met de oude SGM-sprinten. Deunerrails en Zutphen bedanken voor het lekkere dunnen. En Keokut en Prutsrail bedanken voor het verneuken van de terugreis. Mijn wekker gaat om 4 uur morgen. Ik moet... Like, subscribe, later en addict.